zoals je kunt zien. En dat komt omdat een video is aangevraagd. En dat was of ik mijn kwasten stash wilde laten zien. Slash wilde schoonmaken. Dus ik ga nu in deze video al mijn kwasten laten zien. En daarnaast ga ik ze ook tegelijk schoonmaken. Want dat was wel weer eens een keertje nodig. Waarschijnlijk ben ik een van de velen die mijn kwasten altijd vergeet schoon te maken. Maar goed, dat terzijde. Ik sta hier in de keuken en dat komt omdat in de badkamer is het licht vreselijk. En daarnaast, ja, echoot het ook gewoon. En dat vind ik persoonlijk gewoon niet mooi. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga gewoon in de keuken filmen en op die manier. Ik zal dus nu al mijn kwasten laten zien en dan ga ik ze ook allemaal wassen. En dan zal ik er even bij vertellen van ja, waarvoor ze zijn, dus waarvoor ik ze gebruik en ja, wat voor kwast het is. En waar die natuurlijk vandaan komt, dat is ook niet heel onbelangrijk. Dus heel veel kijkplezier. Sorry alvast als jullie ja, wat wind horen of ja, iets anders, in ieder geval wat wind. Het stormt buiten, althans het stormt niet, maar het waait echt heel erg hard. En dat hoor je hier in huis best wel heel erg goed. Dus ja, sorry alvast daarvoor. In ieder geval, ik ga nu mijn kwasten schoonmaken en dat doe ik altijd met de e.l.f. Brush Shampoo. Ik heb hier alvast een handdoek klaargelegd om, ja, voor de kwasten, dat ze kunnen uitdrogen. Het ziet er allemaal heel netjes en chic uit, alsof ze behandeld worden. En een soort kussentje heb ik van een handdoek gemaakt, omdat je ze altijd ja, zo naar beneden neerlegt. Omdat anders dan loopt al het water in de kwast en dan ja, kan het gedeelte van de kwast los gaan laten. En dat wil je natuurlijk niet. Dus je legt ze altijd zo neer, zodat ze uit kunnen druipen. Wat ik meestal doe is dat ik ze allemaal eventjes nat maak en dan insop en dan even laat inweken, zeg maar. Dat het een beetje intrekt en daarna was ik ze uit. Begin ik denk ik als eerste met de wat grotere kwasten. Deze is van Essence. Die gebruik ik regelmatig nog. Niet heel vaak, maar wel ja, nog op zich wel best wel vaak. Om blush mee aan te brengen. En ik doe het altijd onder lauw warm water. Dus ongeveer de temperatuur waar je eigen haren ook op was. Maar dan iets kouder nog. Ik maak hem dus eerst even nat. Ik doe wat shampoo op mijn hand. En daar dep ik hem dan in. Dan wrijf ik het in. En dan leg ik hem even ernaast zodat het in kan trekken. Een stippeling brush van e.l.f. Even kijken, ja, van e.l.f. En die gebruik ik meestal om een hele gepigmenteerde blush mee aan te brengen. Maar verder gebruik ik hem eigenlijk niet heel vaak. Zo, ik heb ze nou allemaal eventjes nat gemaakt. Omdat het anders misschien wellicht moeilijk te verstaan is. Dat is natuurlijk niet fijn. En dan kan ik er nu nog bij vertellen wat voor kwast het is. Deze is van e.l.f. ook. En dit is een flat, ja, soort kabuki kwast. Het is een powder brush officieel. En die gebruik ik eigenlijk met name om poederfoundations aan te brengen. Omdat die plat is en daarvoor is die gewoon eigenlijk heel erg geschikt. Dit is een dubbelzijdige kwast van de H&M. Aan de ene kant een ja, foundation kwast en aan de andere kant een poederkwast. En die poederkwast gebruik ik eigenlijk wel eens om blush mee aan te brengen. En de foundation kwast gebruik ik heel af en toe onderweg om ja, foundation mee aan te brengen. Maar ik gebruik hem eigenlijk niet heel vaak. Dit is een kwast van Da Vinci. En die zit in mijn everyday pakje, om het zo maar te zeggen. Dit is een schuin afgesneden kwast. Ik weet niet of je het heel goed nu nog ziet. Die gebruik ik eigenlijk altijd om te shapen en te contouren. Dit is een kwast van de Hema, als ik het goed heb. Ja. Dit is een poederkwast. Dan een kwast van Zoeva, de Buffer Brush, de 104. Deze heb ik onwijs veel gebruikt. Echt, was echt mijn everyday kwast wat betreft foundations aanbrengen en BB-creams en dat soort vloeibare producten. Maar ik gebruik nu voortaan mijn make-up eye, omdat ik die gewoon veel fijner vind en een mooiere dekking en finish vind geven. Dus ja, deze gebruik ik bijna niet meer. Dit is een kwast van Real Techniques en dit is de, de buffing brush. Dus die kun je ook gebruiken om foundation mee aan te brengen of andere vloeibare producten. Zelfs zou je hem kunnen gebruiken, denk ik, om blush mee aan te brengen. Zo, kijk, hier heb ik nog een kwast van een replica kwast van MAC. Dus dat houdt in dat het een neppert is, een namaak. Die heb ik een keer gekocht. Ik weet dan niet meer waar, ergens bij een webshop. Waar ik echt veel te veel ervoor heb betaald, dat weet ik nog wel. En ja, op zich de kwaliteit is wel, moet ik wel zeggen, is wel echt ja, redelijk goed. Hij heeft wel veel haaruitval, dus dat is wel heel erg jammer. Maar verder, de haren zijn wel zacht, zeg maar. En gewoon fijn in gebruik. Ja, maar die gebruik ik heel erg veel nog. Eigenlijk iedere dag zit in mijn everyday bakje. En die gebruik ik met name om blush aan te brengen. Omdat die heel erg mooi blendt. Zo, de volgende lading kwasten. Dit is een blush brush van e.l.f. En ja, dat, die zegt het al, die is om blush mee aan te brengen. Gebruik ik redelijk vaak. Niet heel erg vaak meer. Ik heb hem in tijden wel heel erg vaak gebruikt. Dat ik hem echt iedere dag gebruikte. Maar nu gebruik ik hem ja, niet zo heel vaak meer. Hij is overigens wel heel erg fijn. Dus sowieso de kwasten van e.l.f. wel... redelijk fijn. Dit is weer een kwast van Real Techniques en dit is de Pointed Foundation Brush. Dus om foundation mee aan te brengen en daar werkt hij in principe ook wel heel erg mooi voor. Maar ik gebruik bijna niet dit soort kwasten meer om foundation aan te brengen. Weer een kwast van e.l.f. Dit is de Small Tapered Brush en die gebruik ik ook best wel vaak eigenlijk nog tegenwoordig. En met name om highlighter aan te brengen is die heel erg fijn. Kwast van Makeup Studio en dit is de S07. Best wel veel gebruikt om te contouren, maar ja, eigenlijk vind ik hem daar toch net iets te lang voor. Ik heb hem daar niet, ja, niet heel fijn voor, dus ik gebruik hem eigenlijk bijna niet meer. Dan een kwast nog van Real Techniques en dit is de Contour Brush. Die gebruik ik nog wel heel erg vaak. Ook inderdaad, zoals die al zegt, om te contouren gebruik ik hem heel erg vaak voor. En verder, ja, soms nog wel eens als highlighter aan te brengen. Dan weer een replica van MAC. Die zat toen ook in dit setje. En dit is de 168. Volgens mij komen de getallen niet eens overeen met de echte kwasten ook. Dus ja, daar heb je wellicht niet veel aan. Schuin afgesneden kwast gebruik ik vaak, of heb ik vaak gebruikt om blush mee aan te brengen. En dan heb ik laatst bij de Hema nog een waaier, een fanbrush gekocht. Om ja, highlighters die heel erg gepigmenteerd zijn, zoals Marilou Manizer van de Balm, om die aan te brengen. En dan nog een kabuki kwast van e.l.f. Deze vind ik ook echt super fijn. Die gebruik ik iedere dag om mijn gezicht mee af te poederen. Hij is gewoon super handig, hij is lekker klein, lekker compact. En hij heeft echt hele zachte haren en gewoon lekker bol. Echt zoals je een kabuki kwast wil zien. Dus ja, zeker een aanrader. Dan ga ik deze ook even uitspoelen. Zo, en dan de laatste set kwasten. Dat zijn eigenlijk met name allemaal oogschaduw kwasten. En deze gebruik ik dan vaak om concealer aan te brengen. Deze is van de H&M. Die is eigenlijk best wel heel erg fijn, maar volgens mij hebben ze hem niet meer. Gebruiken of concealer aan te brengen om MAC Soft Ochre Paint Pot aan te brengen. Oogschaduwkwast van de Hema gebruik ik eigenlijk bijna nooit meer. Ja, ik zou hem eerder gebruiken, denk ik, om misschien concealer of zo mee aan te brengen. Oogschaduwkwast van Essence gebruik ik ook bijna nooit. Ik vind de haren gewoon echt te hard. Het is weer een replica van MAC. Heel erg fijn. Lijkt op de MAC 217, de crease kwast. En is ook echt super fijn. Lekker zacht, blendt heel erg goed en mooi. Dit is een kwast van Elizabeth Arden. Een oogschaduwkwast. Hier ben ik echt dol op. Ik gebruik echt niet anders meer. Ik heb er twee van. Die zaten een keer in zo'n set. Die ik gekocht heb bij de Kruidvat. Dit is weer een replica van MAC. Dat is een, ja... Ik weet eigenlijk niet precies wat voor kwast het is. Ik gebruik hem meestal om oogschaduw onder de ogen mee aan te brengen. Omdat hij heel flat is. Of heel flat is. Dit is, even kijken, van Kruidvat eigen merk. Een kwast, ja, een krieskwast. Ik gebruik heel erg veel. Super fijn. Een concealer kwastje van GOSH. gebruik ik eigenlijk bijna niet. Dan een blendingskwast van de Hema. En deze kan ik je echt aanraden. Die is zo zacht. Zo fijn. Blendt ook alles super mooi. Zo ziet hij eruit. Het is echt een hele fijne kwast. Van Essence de crease kwast gebruik ik ook heel erg vaak. Is gewoon heel erg fijn. Is wel lichtelijk wat hard. Dus ik gebruik eigenlijk vaker andere kwasten. Maar als ik niet anders heb, dus als ik alleen maar die heb, dan gebruik ik die. Want die is, ja, in principe is die wel prima. Van Sephora een blendingsbrush. Dit is de Crease 230. Die kostte toen echt wel een duit. Daar heb ik geloof ik €17 voor betaald. Dus ik vond het best wel prijzig. Maar goed, hij is wel echt heel erg fijn en het waard. Dit is de concealer kwast van Real Techniques. En ja, die gebruik ik eigenlijk heel weinig. Inderdaad om concealer mee aan te brengen en anders om bijvoorbeeld mee te contouren. Daar is die ook wel fijn voor, omdat die zo klein is. Bijvoorbeeld je neus of ja, van die kleine gedeeltes. Van de Hema een kwastje, een oogschaduwkwastje gebruik ik ook bijna niet. Kwast van W7. Ja, heb ik eigenlijk nog niet heel veel gebruikt. Dus ik kan er niet veel over zeggen. Dit is de e.l.f. Blending Brush. Vind ik op zich ook wel heel erg fijn. Het is best wel, ja, toch nog best wel een redelijke kwast. Van e.l.f. nog een oogschaduwkwast. Deze gebruik ik nog wel eens. Als de andere oogschaduwkwasten vies zijn. Dit is de MAC 214. Dus een hele kleine kwast. Ook best wel plat. Gebruik ik vaak om oogschaduw onder mijn ogen aan te brengen. Gebruik ik eigenlijk vaker daarvoor nog als die andere die ik net liet zien. Nog een crease kwast van Da Vinci. En dit is een schuin afgesneden kwast. Heel erg fijn. En dan heb ik nog een Essence. Ja, wat is het? Eyeliner. Wenkbrauwkorasje. Ik denk dat ik deze maar weg ga doen. Want die is zo hard. Daar krijg ik denk ik niks meer. Nee, die gaat weg. Klaar. En dan ga ik ze uitspoelen. Zo, en dan liggen hier alle kwasten. Ik heb een beetje ze over elkaar heen moeten neerleggen. Want anders was er geen plek. En anders kost dat wel heel veel handdoekjes. En dat vind ik een beetje onnodig. Dus ja, nou laat ik ze meestal gewoon een nacht drogen. En dan zijn ze morgen weer allemaal lekker droog en lekker fris om opnieuw te gebruiken. En dat was dus mijn kwastenstash en hoe ik ze schoonmaak. Ik hoop dat je de video leuk vond. En dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken natuurlijk. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer terug op mijn kanaal. En voor diegenen die het natuurlijk niet weten en nieuw zijn op mijn kanaal. Ik upload iedere maandag, woensdag, vrijdag en zondag filmpjes. En die komen dan om 4 uur online. Dan wil ik je weer hartelijk bedanken voor het kijken. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer terug op mijn kanaal. Er komt trouwens zondag een Primark shoplog online. Dus ik raad je zeker aan om die lekker te kijken. Want shoplogs van de Primark zijn altijd leuk. Althans vind ik zelf. Dus ben je benieuwd wat ik gekocht heb? Kijk dan vooral zondag de video. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!